Hallo, ik ben Arjan en welkom bij een eerste indruk van Deadlight. Dit spel heb ik al een hele tijd, maar nog nooit gespeeld. En ik wilde er een paar weken geleden een eerste indruk video van maken. En toen kwam het er weer niet van, voor de zoveelste keer. En ineens had Frans op Dagelijks AD een serie gestart van Deadlight. En dat wil ik dolgraag bekijken. Maar ik wil het niet bekijken zonder dat ik in ieder geval zelf weet wat voor spel het is. En je weet, zodra ik een spel voor het eerst speel, dan maak ik er ook een eerste indruk video van. Dus ik ga lekker nu een half uur ongeveer, kijk hoe het loopt hoor. Ik ga een half uur dit spel spelen. En daarna kan ik de serie van Frans ook verder kijken. Zal ik even een link naar de serie van Frans in de omschrijving doen? Dan kun je daar op verder kijken. Maar natuurlijk zou het leuk zijn als je eerst nog even bij mij blijft. Ik heb het spel ingesteld op alles maximaal. Dat heb ik al gedaan bij de opties. En voor de rest heb ik nog niks gezien. Behalve wat screenshots. En het bevat mijn meest favoriete onderwerp, namelijk zombies. Dus ik heb er gigantisch veel zin in. Hey ho, let's go. Play. Just like sharks. When they stop moving, they die. That's how you are, Carla. Save yourself. After the storm came the calm and silence that make men crazy. Tell me what the fuck happened here? She's been bitten everywhere. She knew she shouldn't have gone outside. You killed her, you bastard! You murdered her! She's dead! What the hell have you done? Why? We'd all be dead by now because of your little sister. How many times have we said not to separate from the group? Never means never. Shot drawing their attention even more. Either we reach the military shelter that you talk about so much, Grandpa, or we'll die right here. The radio message said that it was around here. It's a bit more than 5 miles west. Let's get out of here. Come on! I'm not leaving my sister here all alone. Nothing can be done now, Stella. Sam, Ben, Stella, get out of here. Get to the safe. I'll meet you. I've got to find my family. It's the only place they could have gone. Stay strong, Randy, and good luck. I know we'll find them. That day was not the beginning of anything or the end of something. It was just one more day. A day like any other. The world was dying, and we were its survivors. Good luck, Randy. En zij gaan er van tussen. En ik ben Randy en ik ben hier. The body is full of bites and bruises. Oh ja, er ligt Carla. She's been shot point blank in the head. Ja, door hem. En op de achtergrond zie je dus al die zombies gaan. You're free now, Carla. Some of us aren't so lucky. Oké, we gaan in ieder geval ons best doen om zo ver mogelijk te komen. Het is erg donker. Ik moet hier wel even wat affixen voordat ik het op jullie laat zien, want anders zie je er straks niks meer van. Hup, zo doen we dat. Oh, er komt ook een afvraag. Laat maar, opgelost. Wat staat hier? Wat gebeurt hier? The wood is rotten and the planks are weakened. Nou, kan ik daar wat aan doen? My weight won't break them. Maybe I can find something heavy enough inside the warehouse. Ah, ik zie het al hier bovenop. Dan moeten we dat natuurlijk. En dan gaan we toch even kijken daar. Wow. Ik speel trouwens met de Xbox controller.
Seattle's safe point must be the last stronghold in all the Pacific Northwest. Anybody alive must be trying to reach it. Zit hij nou die radio uit? Nou, oké. Okay. Wacht even, kan. En nu? Nou, geen idee. Ik denk dat hij weer aanzet. Oké. Okay. Oh, er zijn er ineens een heleboel daar. Ze hebben rode ogen. Even kijken, hoe sprong ik ook alweer met A. Oeh. Ah, kijk aan. X vasthouden. En daar gaan we dan. Komt hij aan, jongens. Gaat hem lekker opstaan. Oeh. Zo. Gaat er eens af. Maar nu gaan ze mij daarmee zitten zwaaien. Dat vind ik ook niet zo handig. Wacht even, ik ga het even uit. Wat was dat dan? Kom maar, val hem even af, jongens. Ik geloof niet dat ik nog kracht heb. Ja, dat is mijn. Oeh. Kom maar, val hem maar af. Zie hem lopen. En weg. Oké. Okay. Goed. Ik moet dadelijk naar links en de dingen even verder duwen. Het ziet er wel echt super uit, zeg. Tof. Even kijken. Kruipen. Even kijken, wat moet ik doen? De groene knop indrukken. Oeh, zo. Dat kan niet fijn zijn. Dat kan niet fijn zijn. Trap je op, kijk, ze komen allemaal aangelopen zodra je er bent. En het geluid is ook echt fantastisch, want je hoort gewoon de dreiging. In dat gebouw blijkbaar. Kan ik daarin? Nee. Oh, oh jee, dat deed pijn. En nu? Heb ik een klein probleem? Weet je dat ook? Ja, ik heb een probleem. B. Ik ben dood, denk ik. Goed, dat was niet zo handig. Nog een keer. Hier zijn we. Niet lopen klungelen nu. Kom eens aan. En die kant op. Kom op. Naar boven. Oh, cool. Sprinten dus. Dat was niet sprinten. Dat was dom. Nog een keer. Oké, sprinten. Right button. Juist. Goed. Beter aan mijn doppen kijken, dat moet ik. Ben and the others made it out. They deserve better than this world. Ja, daar zien ze gaan. Cool. Erg cool. Heel tof dat die dynamische achtergrond. Echt, vind ik echt vet. Oké, ja, dat heb ik net zo gedaan. Even fluiten. Kom eens aan. Gaat het dan ook uit? Ik denk het niet. Nee hoor. Oké. En toen? Wat ging het? Oh, dat is uit daar. Wat is dit dan? Nee, het moet verkeerd in. Het is helemaal niet goed. Ik weet dat het zit fluiten. Oh, first aid kit. En nog meer? Kan ik er meer meenemen?
En het lijkt erop dat het gewoon... Nee, dat blijft gewoon zo. Dan gaan we terug. Denk ik. Oh, daar hebben we een trapje op daar. Dat zal wel. Dat hebben we net uitgedaan. En zo. Overheen springen. Oei, oei, oei. Even kijken, het is een zwakke deur, dus we moeten er tegenaan springen. Wow, cool. Oké, wat moet ik doen? Status update. Dit is niet de status update. Zo. Alle mensen, dit is een dagboek, dit is een groot verhaal. Nou, dat is nog wel even leuk om te lezen. En wij gaan hier overheen. It says here the highway is at the end of this tunnel. It's a straight shot to the safe point. Shannon and Lydia might even be there by now. Oké. En er is een exit. Yeah. Dat was even een juich. Even juichen. Wow, zeg je dat? Hell is other people. If you wish another to keep your secret, first keep it to yourself. The inferno begins here. Dat klinkt gezellig, hè? De persoon daarachter is dan dood, ja. Oh. A page torn from a book, there's a poem written through me the way into suffering. City threw me the way to the internal pain. Through me the way that runs amongst the lost. Dead people, corpses. They don't impress me anymore. Dat zal wel. Mij wel hoor, een beetje. Oké, Randall kan niet zwemmen. Hij is super lenig. Maar hij kan niet zwemmen, dat is dan lastig. Maar gelukkig kan hij springen. En dit blijkbaar helemaal naar de leeg lopen. Geweldig. Hier kan hij wel in. Oké. Net. Niet snel, maar hij redt zich. Maar hieronder zijn er nog een stel. Die zijn waarschijnlijk nog wel, die bewegen vast nog wel als ik straks dit dingetje omhaal. Ik kan eerst doorlopen, is er nog hier wat? Nee. Maar kom op, haal op. Ik wil het zombies zijn. Of niet? Ik weet niet hoor, ik heb ook wel gevoel dat ik nog in beweging kan komen. Nou, zie, zie nou wel. Het verderie. Oké, we lopen even snel. Dat is een voordeel. Nee, we lopen niet even snel. Hup, erop. Ja, gelukkig. Dan zijn we er niet overheen. Het is echt ook precies goed getimed. Tof dat je de druppeltjes nog van hem af ziet gaan als hij het water uitgaat. Oké, daar gaan we weer. Wow, snel erop en door. Dat klinkt ook niet best hè daar. Interstate 5. 4 juli 1986, 3 uur 's middags. Het is erg lang geleden. Ik moet deze highway om closer naar de safe point te komen.
En voor de duidelijkheid, toen was ik 9. 8, 9, zoiets. En jump. Cool. Zo vanuit de snelweg. Cool. Daar ligt iets. Iemand. Iemand ligt daar. Even kijken. Rendel, kom. Even kijken. Arthur L. Allen. Geheim gevonden. En nu? Hoe wil ik eruit? Dus groot. Ja, ik ook wel zeggen, hoe kom ik eruit? Zo dus. Moest blijven liggen. Ah, heel vet. This is it. This is what's left of our world now. These are the leftovers of the war between men and shadows. A snapshot of what we've become. Bloody hell on earth. Erg tof. Echt tof presentatie. Het sfeertje ook uit de boven. Afgescheurde. Het is allemaal zo mooi in de details. Als ik straks de video terugzie, dan denk ik dat ik nog veel meer ga zien. Another one of those damned government pamphlets. Quarantine. All the warnings in the world couldn't save them. Oké. En nu zijn we hier. Er hangt een mooie Amerikaanse vlag op de achtergrond. Wat is hier aan de hand? Is hier wat of is het gewoon... Oh, dat is gewoon niks. Wow, 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 wow. Hoe ga ik dit doen? Oké, dat was even schrikken. Een winkelwagentje. The cutting of the Seattle Reporter, February 21, 1986. Caution, the Soviet Union in orbit. It talks about the space station that the Ruskies just launched into space. Ja, want het was natuurlijk de Koude Oorlog toen. Man, dat is lang geleden. En toen. Het is ook wel interessant om dat dagboek een keer te gaan lezen. Zelfs Junkyard. July 4th. En toen. Hier ligt iets. Een bel. Die wil ik. I found a firefighter's axe. Oh, kidoki. Thanks, buddy. Goed, daar gaan we dus van alles mee doen. En hier boven. No time to waste. Okidoki. Jongens. En vasthouden om ze te killen. Zo, mijn stamina is wel snel eraan, zeg. Moet wel een beetje voor oppassen. En naar binnen. Dup. Oké. Ja. We zijn er weer gehoord. Oh, nee, te snel. Terug. Hè. Goeie timing. En jij gaat even zo. Zo. Aanpakken. Oh, er is nog eentje te... Oh, wacht. Zo. Wat is nu gebeurd? Ik hoop het.
Hey jullie. Even denken, hoe ga ik dit doen? Ik ga gewoon naar die auto. En planken breken, daar moet ik planken breken. Oké, en wegwezen hier. Het is inmiddels beroerd hier. En ik kan niet zo lang blijven hangen. Damn storm. Wat is dit? Lydia? No, I must be tired. My mind is wandering. The last page of my diary. Ja, maar ja, dat is een heel groot verhaal, dus die slaan we even over voor het gemak. Het ziet er wel echt super interessant uit, dus het lijkt me wel een keer leuk om te lezen, maar... Ik zou je er niet mee gaan vervelen. Oh, en dan komen we meteen heel slecht ons aan. Oh. Oeh, zo. Echt brainless zombies zijn het. Die kant, ja. Geweldig, hè. Die controls zijn wel tof. Het is even wennen, maar heel cool. We zitten weer onder een snelweg. En het is duidelijk dat we die sprong moeten maken. Dus dat gaan we doen. Oeh, dat is niet goed. Wat zit hier? A $100 bill with a caricature of Benjamin Franklin. Money doesn't have any value anymore. But the drawing on his face is funny. Er was een zonnebrilletje op getekend. Nou, nog een keer. Hallo? Rennen, rennen, rennen. Oh, snel rennen, 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 rennen. Shit, there's too many of them. Kom op, kom op. Mooi, volgens mij hebben we het gered. Haha. Shadows, zo noemt hij ze. Cool. Dat is inderdaad wel spannend, zeg zo. Oké, kan ik hier gewoon naar beneden? Kijk wat hier is. Niks. Kan ik dit ding weghalen? Dat kan. Dacht ik dat. Het zag echt uit als zo'n beweegbaar blok. Dus hier is wat. Een triest verhaal zo te zien. Maximum stamina increased. Oké. Ik weet niet wat ik gedaan heb, maar... He is dead, he won't change. Maar ik heb meer stamina. Dat is handig. Nou, doe hem weer op zijn plek. Dan kan ik weer verder. Oh jee. I don't understand, man. If he's already dead, why do we need to hang him? Power must be made visible. They should know that we're keeping watch on him. Who? Those things? No, I mean the survivors. Besides, what the hell do you care? Orders are orders. Come on, let's go get the next one. God! A ton. Hey, buddy. What lasts longer? Bricklayer's house or carpenter's house? I bet you $100 you can't solve it. Carpenters? Listen, when someone asks you something like that, you just answer, the toughest house is the grave diggers. All gravestones last forever. Till fucking doomsday. You asshole. No!
Oké. Okay. Daar gaat hij. Daar ben ik. What do they mean, keeping an eye on the survivors? Orders from who? De toestand hier. A blue handkerchief, there's something written on it. A new law. Wat was het nog meer? The new law. They mark their kills. That's some kind of message. As if this world isn't already dark enough. Jongens. Wegwezen hier. Seattle isn't a safe place. Everyone I care about is in danger. Die kant op, ja. Oké, hoe gaan we dit doen? Rennen, dat is duidelijk. Oh. Hop, 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 hop. Dat is jammer. Dat is jammer. Seattle isn't a safe place. Everyone I care about is in danger. Oké, okay, ze moeten eerst dood, die gasten. Kan niet anders. Nou, gaan we dat maar doen. Het zijn er best veel. Het zijn er 5 of zo. Een beetje aan het clearen hier. Kom. Nou, kom op, klaar. Hup. En dood, dood, dood. Geen stamina meer. Nog even een laatste klap. Zo. Even bijkomen. Volgens dat er niemand meer op gaat staan. En bijgekomen. Ik vind het wel lekker dat die checkpoints niet zo heel ver terug liggen. Oké, ik moet hier onderdoor. Dat was de goeie. Sorry. Oké. Dat was flink wat lawaai. Dus ik blijf mooi boven. En dat was onhandig. Daar kan ik doorheen beuken. Die kunnen we zo weer omhoog. Goed. Een tram. Daar ligt er een beneden. Ja, ik moet eerst gewoon zo naar beneden. Nee, ga eens zo naar beneden hier. Ik weet niet, ik heb ruzie met dat ding. Hij gaat mij sowieso steeds naar beneden. The news was right. Something big happened in the city. People went to war against the shadows, military and common man alike. It didn't end well. Cool, hè? Ja, ik vind het zo rustig hier. Dat als het heel rustig is, dan ben ik ook heel rustig. Oké, hier moet ik op. Te laag, dus. Hoe gaan we dat doen? Ik vermoed dat we iets van binnen moeten halen. Rode knop. Hij moet ietsje verder omhoog. Wacht even, dat is niet goed. De knop moet groen zijn, denk ik. Het wordt ergens geblokkeerd. Dus dat betekent dat we waarschijnlijk heel even verder moeten kijken. Daar is ook nog een rode knop. Het is handig als die knoppen namelijk gaan doen zometeen. Daar ook nog. Oké,
Oké. Goed. Dus dat betekent dat ik zo meteen die kant op ren. Eerst wachten tot ze er allemaal zijn. Dan heb ik zelfs een groot probleem. Dan ren ik naar de andere kant en dan druk ik die groene knop en dan blaast er waarschijnlijk een auto op. Kom hier maar naartoe. Oh, dat is jammer. Net te vroeg. Maar nu moet ik hier natuurlijk op. En nu is de grote vraag, hoe kom ik daar nu over? Kom maar even. Oké. Hier hangen. En dan de sprong maken. Mooi. Ik kan deze open. Dan kan ik met dit ding naar buiten. En dan denk ik dat we zo meteen in de tijd zitten. Kom op. Die kant op. Heel goed. Heel goed. Nou, nu kan ik naar boven. Die auto die staat er ook link, hè? Ja, die staat echt. Die ligt er niet meer bovenop. Ja, zie, daar kon je vanuit gaan dat dat gebeurde. Goed, tot zover. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb me in ieder geval uitstekend vermaakt. Ik vind het echt een heel leuk spel. Super sfeervol. Ik denk dat ik nog wel wat aan moet doen straks om ervoor te zorgen dat jullie het nog een beetje goed kunnen zien. Maar het is echt... Ik vind het een fantastisch spel. Ja, ik ga waarschijnlijk nog wel even verder spelen. Maar ik kan natuurlijk nu ook gewoon lekker de serie van Frans gaan kijken. En dat geldt ook voor jullie. Ik wil je bedanken voor het kijken in ieder geval. Als je meer wil zien, ga naar Dagelijks AD. Pak de link hieronder even op. Dan zie je het vanzelf wel. En kijk het daar rustig verder. Ik ga nog even door. Lekker voor mezelf. Een duimpje is leuk. Abonneer als je nog geen abonnee was. Altijd welkom. Deel het met iedereen. En ik zie je dan natuurlijk dolgraag weer terug bij een volgende video. Want dit was mijn eerste indruk van Deadlight. Bye bye.